Ik ga uh, kijken, zitten, luisteren en uh, zien uh, wat er gebeurt als een aantal mensen een stuk, een passage uit een boek van mij gaat naspelen. Dus het is voor mij een compleet raadsel wat dat wordt. En de bedoeling is dat ik daar commentaar op geef. Dus ik denk dat ik niet echt veel werk heb vanavond. We hebben je voor de camera, omdat je gastcurator bent bij de bibliotheek Midden Brabant. Je hebt een aantal titels ingebracht. Kun je er iets over vertellen? Ja, De Avonden is het boek dat mij tot de literatuur bekeerd heeft. Ik was geen echte lezer tot mijn achttiende. Dan ben ik Nederlands gaan studeren in Gent en ben ik boeken gaan lezen. En De Avonden was een van de eerste boeken die ik ontdekte. En ik dacht, ik kreeg echt een klap van de hamer op mijn kop. Wat de fuck is dit? Ik vind het fantastisch. Het is een boek over verveling. Hè. Dat uh, geen moment verveelt. Het is een grappig boek. Het is een tragisch boek. En uh, ik herlees het uh, bijna ieder jaar. Ik heb het ongeveer dertig keer gelezen, ik ken het bijna uit mijn hoofd. En het blijft, hoewel het uit de jaren veertig is, een aanrader ook voor de jongeren van nu. Het is een heel leuk, fantastisch boek. Sol Bellow is een Amerikaanse schrijver die de Nobelprijs heeft gewonnen in de jaren zeventig. Hij is trouwens een van de weinige Nobelprijswinnaars die echt leesbaar zijn voor iedereen. Uh, het, hij zit in een generatie van de Joods-Amerikaanse schrijvers van uh, na de Tweede Wereldoorlog. En uh, hij beschrijft eigenlijk het intellectualistische milieu in New York. En in deze roman is Henderson, zo'n professor die lesgeeft in New York, die het allemaal zat is. en die naar de broesem trekt om daar een nieuw leven te beginnen. en daar onder de plaatselijke bevolking, zeg maar, een held wordt omdat hij in, uh, effectief een regenkoning wordt. Het is ook weer, weer, weer tragisch, uh, komisch. Uh, en Sol Bello is echt een van de grootste schrijvers van de 20e eeuw. Jerome D. Salinger, ja, de Vaar in het Koning, The Catcher in the Rye, is natuurlijk een wereldberoemd boek over een puber. Van 16 speelt ook in New York, die uh, het moeilijk heeft thuis, op school enzovoort. Die zeer, zeer intelligent is. Maar het, het niet goed doet, niet bij zijn vrienden, niet bij zijn ouders, niet bij zijn leraren. En uh, op, op, op tocht gaat in New York, wil ontsnappen aan alles. En je lacht je te pletteren met dit boek, terwijl het in feite ook weer ongelooflijk tragisch is. Het is het verval van een 16-jarige jongen, uh, vooral in zijn hoofd. Uh, fantastisch boek. Ja, ik, Jan Kramer, uh, heeft mij uh, in het Nederlandse taalgebied uh, ook helpen schrijven, zeg maar. Uh, het boek is uit, of de boeken zijn uit de jaren zestig, begin jaren zestig. Er is toen heel veel heisaam geweest, vooral uiteraard over de seksuele passages, die eigenlijk ook allemaal parodieën zijn. Het boek is één grote parodie. De grote held, Jan Kramer, beleeft allerlei avonturen, maar je mag er zeker van zijn dat hij het allemaal heeft verzongen. En... Uh, ja, het, het gaat over, over, over vrouwen, het gaat over motoren, het gaat over stoer doen, het gaat over drinken, het gaat over drugs. En toen ik twintig was en het las, sprak me dat allemaal enorm aan. En ik heb me met die boeken ongelooflijk amuseerd. Ja, let's talk about Kevin. Lionel Shriver is een vrouw, heeft een mannelijke naam. Maar uh, heeft een mannelijk pseudoniem gekozen, heeft een aantal boeken op haar naam. En uh, dit is ook verfilmd. Uh, met Tilda Swinden in, in de hoofdrol en het gaat over een, uh, een stel dat een kind heeft en tussen de moeder en dat kind is iets wat helemaal niet juist zit. Eigenlijk, de moeder beseft dat haar kind een complete psychopaat is vanaf het moment dat het kind geboren wordt, zelfs heel klein is. En dan, dan uh, rijst de vraag, moet je als ouders eigenlijk van je kind houden? Is dat verplicht als je beseft dat je een absoluut kutkind hebt? En het is met een apotheose die doet denken aan wat er uh, op sommige scholen gebeurt in Amerika, waar, waarbij vele slachtoffers vallen, gratuite slachtoffers. Maar het boek is vooral een, een studie van de verhouding tussen ouders en kinderen. Ja, James Ellroy is natuurlijk een een, een detective schrijver. Hij he. heeft een aantal moordverhalen geschreven. Hij Is volgens mij de beste die er is, uh, wat dat betreft. En mijn moordkuil gaat over uh, zijn moeder. <kijkt> zijn moeder is vermoord, uh, ook in het ware leven. De moeder van James Ellroy was een, een prostituee uh, en die is vermoord en die moord is nooit opgelost. En in dit boek uh, onderzoekt hij alle stappen die de politie gezet heeft, die, die, die andere mensen gezet hebben om te ontdekken wie de moordenaar van zijn moeder is? Ik kan alvast verklappen, want het is niet zo belangrijk dat ook hij niet ontdekt wie de moordenaar is. Maar het is een prachtig portret van een uh, ontaarde relatie tussen een moeder op de dol en een zoon op de dol. Prachtig. Ja. De titel in het, in het uh, Amerikaans en in het Engels is Without Feathers. En uh, het zijn korte verhalen die Woody Allen geschreven heeft. Woody Allen kennen we natuurlijk als de fulltime filmmaker. Hè. Hij heeft ondertussen ongeveer 70 films gemaakt. Maar hij heeft ook uh, voor, voor bladen zoals The New Yorker en zo korte verhalen geschreven. En dat zijn echt het soort absurdistische, grappige verhalen waarbij je slap ligt van het lachen. Uh, veel moet je niet achterzoeken, alleen maar lachen, lachen, lachen. Ja, Andy Warhol werd gezien als een zeer uh, saaie, asexuele, halfgekke man uh, die natuurlijk met The Factory een, heel, een hele clique rond zich gebouwd heeft, waaruit grote namen zijn voortgekomen zoals John Cale, Lou Reed enzovoort. En uh, hij maakte ook films van acht uur, Sleep bijvoorbeeld, is een film van acht uur uh, waarbij iemand filmt die slaapt, that's it, maar hij hield ook dagboeken bij. En natuurlijk was Andy Warhol een valse nicht. En dat blijkt uit die dagboeken, in die zin dat hij een enorme roddelkont is. Die het zodanig sec opschrijft. En die zodanig laat zien dat al die grote helden van later, zoals Lou Reed en zo. dat dat allemaal heel kleine, onnozele mannetjes waren. die de grote Andy Warhol kwamen aanbidden in een factory. En je lacht je kapot. Ik lag me kapot. Zeker als je die figuren die hij beschrijft. Uit het New York van die tijd, jaren 60, 70, 80, als je die ook allemaal een beetje kent. Uh, Ongelooflijk grappig. De laatste deur van Jeroen Brouwers is, het, is het, het zogenaamde grote zelfmoordboek hè, waarin hij portretten maakt, prachtige portretten van uh, schrijvers vooral uh, of exclusief schrijvers zelfs, die zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn er heel wat geweest in de loop van de, van de geschiedenis en ook in de loop van de, van de Nederlandstalige literatuur. Het boek is uit 1983 en nu is er een herziene versie gekomen die aangevuld is met portretten van schrijvers die in recente tijden hebben uh, zelfmoord gepleegd en, en Brouwer is natuurlijk in de eerste plaats een ongelofelijke stilist. En dan kan je een heel goed, uh, goede uh, weergave geven van de psyche van de mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Hij heeft daar heel veel studie over gedaan, plus een aantal van de schrijvers die hij behandelt heeft hij ook persoonlijk gekend. <coughs> Ik ook trouwens, en dat schept wel een band. Maar het is vooral stilistisch een zeer uh, groot non-fictieboek.